Op de ranglijst lijkt het heel wat, het verschil tussen ADO en VVV. Maar liefst 8 plekken. Qua punten valt het wel mee. De Limburgers hebben er maar 3 meer. ADO valt aan en krijgt gelijk een grote kans. En die wordt verzilverd door Esaias. Debuut in de basis voor hem. En dat bekroont hij met een treffer. Een van de 3 wijzigingen die Dirk Kuyt heeft doorgevoerd. Na die afstraffing in Helmond en de week vol straftraining zou dan toch geholpen hebben. Je zou het wel zeggen na deze vroege openingsgoal. Severina. Een van de smaakmakers. De weinige smaakmakers dit seizoen bij ADO. Severina, bal gepakt door Van der Gouw. Voorkomt daarmee een tweede Haagse treffer binnen het kwartier. Goede start van ADO, maar daarna begint de storm een klein beetje te liggen. Komt VVV er wat beter in. VVV dat na de Witte Broodsweken ook behoorlijk is teruggevallen met slechts 1 zege in de laatste 8 wedstrijden. Kochlin, gepakt door Wendges. De elftal van Rick Kruis komt er een beetje meer aan te pas in Den Haag, waar de sluizen open zijn gegaan. Noodweer daadwerkelijk. Dat deerde supporters op Midden-Noord niet. Dat deert Rick Ketting ook niet. Want die komt hier zeer fraai binnen. Laat die bal heerlijk van het hoofd glijden. En kort voor rust VVV langs zij. Tweede helft. Het is weer droog. En je probeert Braken het. Hoongelach vanaf de tribunes. Voor de omhaal van Sven Braken. Illustreert wel dat VVV beter is na rust. Het gefluit vanaf de tribune is al hoorbaar. Want ADO bakt er helemaal niets van. In het eerste kwartier van de tweede helft. Lompe overtreding van Asante. De Boer achter de bal. In de hoek van Wendges die stapt. Komt met een schrik vrij. Bal kust de lat. Bijna de 1-2 van de voet van de ex-ADO-speler. Daar gaat Severina weer. En wat heeft Van der Gouw daar te zoeken? Geel voor de doelman. Erg onhandig gedaan. En dat is een understatement. De vrije trap op het hoofd gelegd van Werker. Vrij ongevaarlijk. Deze kopbal van de verdediger van ADO. Daar komt VVV weer. Dekker. Geboren Hagenees zet VVV op voorsprong. En dat is gezien het spelbeeld na rust dik verdiend. Absalem in geen veld door wegen te bekennen. Die sprint met tegenwind lijkt het wel. En dan worden de witte zakdoekjes al tevoorschijn getoverd op Midden-Noord. De honger van VVV nog niet gestild. Daar gaat Dekker weer. Daar is Verheijen en dit is een heel nuttig voetje. Anders was het 1-3 geweest. Het elftal van Kuyt zakt echt door de ondergrens naar rust. Čatić, Severina. Redt hij dan de meubelen? Ja, misschien wel een beetje. 2-2. Na vrij onhandig instappen van Kochlin. Die geeft daarmee Severina een vrijgeleide. Van der Gouw redt in eerste instantie. Maar dat is niet genoeg. Een van de weinige lichtpuntjes bij ADO dit seizoen. Severina krijgt hier de kans op de 3-2. Lopt hem wel over de doelman. Maar ook naast het doel. Eerlijke slotfase in Den Haag. Gewoon proberen de winnende te maken. Wat tactiek. Gewoon alles of niets. Čatić richting Absalem. Die heeft de winnende op het hoofd. Maar kopt hem. En dat is pech voor ADO tegen een tegenstander aan. Venema kan er dan vandoor. Venema, doet hij het dan? Venema, 2-3. VVV pakt de buit door het dolle heen. Maar is hier geen sprake van hens? Nou ja, zeker wel. Venema neemt hem mee met de hand. Ruperti ziet het niet. En dus wint VVV. Zijn ze bij ADO furieus. Maar verliezen ze ook weer.